Diefstal van airbags, een fenomeen dat we de laatste tijd helaas vaker zien. We krijgen meer aangiftes binnen en de daders gaan vaak niet zachtzinnig te werk. De auto wordt opengebroken en binnen no time wordt de complete airbag eruit gesloopt. En dat is ook hier gebeurd, in de Roggeakker in Den Bosch op dinsdag 12 september. In de vroege ochtend, zo tegen 4 uur. Daar hebben we helaas geen beelden van de diefstal zelf, maar wel van de daders in de omgeving van de auto. En dat ziet u hier. Het gaat vrij snel. Het zijn maar een paar seconden en toch hopen we dat het u iets zegt. In dit geval werd de eigenaar van de auto wakker van het gerommel bij zijn auto. Toen hij ging kijken, stond hij oog in oog met ze. Ze bedreigden hem met een schroevendraaier. Ze waren allebei donker gekleed, zelfde leeftijd en lengte. De bestuurder had blond stekelhaar. Ze spraken in een Oost-Europese taal. Het gebeurde dus op dinsdag 12 september in de vroege ochtend rond 4 uur. Heeft u die nacht iets gehoord of gezien? Laat het ons weten. De airbagdieven zijn al langer in de buurt van de Roggeakker in Den Bosch actief geweest. Want in de buurt werd eerder die nacht in meerdere auto's ingebroken. Steeds hadden de daders het voorzien op navigatiesystemen en airbags. Uit één auto werd zelfs de hele cockpit uit de auto gesloopt. Heeft u een vermoeden wie de airbagdieven kunnen zijn? Geef het door via 0800 60 70. Anoniem kunt u tippen via 0800 7000. En op de website bureaubrabant.nl kunt u de beelden ook terugvinden.